Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 juni. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb net eventjes het raam opengezet, want het is vandaag 24 graden. En het waait lekker, dus dat scheelt al een heleboel. Dus ik kan het een beetje doorluchten. Ga ik zo ook eventjes in de keuken doen en ook even op de slaapkamer. Want ja, het is binnen nog steeds 27 graden, denk ik. Dus wel lekker om het even door te luchten. 27,5 zelfs. Nou, fantastisch. Dat heb ik net gedaan. Ik zag net ook al de eerste vlag met tas eraan hangen. De eerste geslaagden zijn nu natuurlijk bekend geworden. Ik weet het nog wel toen ik dat hoorde dat ik geslaagd was. Dat was ook een heel feest. Gisteravond, ik zou naar, gaan kijken, naar Thijs Zeeman confronteert stalkers, maar het was een herhaling, dus heb ik niet naar gekeken. Vond ik wel jammer, want er waren niet zo heel veel nieuwe afleveringen geweest, maar het was al een herhaling, dus dat heb ik niet gekeken. Ik ben eventjes kopers om de kijker gaan kijken. Vond op zich nog wel meevallen hoor, met het stel wat voor wensen ze hadden, dus ja, ik weet niet, dan kun je zien dat meningen verschillen. Daarna heb ik eventjes, ik heb nog even een game gedaan. Toen ben ik de vlog verder in elkaar gaan zetten. Die is nu helemaal af. Ik heb mijn foto's bewerkt voor mijn blogpost. Dat ging ook prima. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken die zo spannend was. Ik heb vanavond de allerlaatste aflevering, maar hij is zo spannend. Het is echt een aanrader. Dus ja, super spannend. En daarna nog even blauw-blauw. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en een nieuw boek begonnen. Dus dat was verder ook de avond. Ik heb nog een pakketje binnen. Die zal ik straks ook eventjes laten zien. Ik had nog wat dingen van mijn moeder meegekregen. Die zal ik ook even laten zien. Ik ga nu eerst even de boel verder open doen. Dan ga ik even mijn tafeltje en mijn stoeltjes pakken van boven. Want die kunnen ook wel weer naar buiten. Dan ga ik dat even neerzetten. En dan ga ik hier eventjes lekker aan de poets. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga jullie meenemen. Ik moet ook nog even een kaartje voor Nathalie schrijven. Die is dinsdagjarig. Ik kan niet op de bus, want het is toch leuker als ze een kaartje heeft met haar verjaardag. Want anders krijgen ze hem pas volgend weekend. Want dan gaan we erheen. Dus dan zou het jammer zijn als ze dan haar kaartje pas krijgt. Ik vind zelf ook altijd een leuk kaartje op mijn verjaardag. Dus dat ga ik allemaal eventjes doen. Dus ik ga jullie eventjes meenemen. Even zien wat mijn moeder heeft meegebracht. Zij heeft allereerst voor mij deze handstomer gehaald bij de Action. Die is van Tristar. Daar hoor ik hele goede verhalen over. Ik wilde graag een handstomer hebben, omdat ik nog wel eens dus wat kleding uit de kast pak, een blouseje of zo, die er dan toch gekreukt uitkomt, ondanks dat hij er gestreken ingaat. Dan kun je hem dus mooi nog eventjes zo doen. Dus even kijken wat hij kost. Zo'n handstomer kost €19,95 bij de Action. Ik ga het bonnetje even inscannen. Dus die, daar ben ik heel blij mee. Die ga ik binnenkort in de vlog ook wel even uittesten. Dan had ze voor mij de Drift gehaald. Het is de Clean and Fresh sinaasappel. En ook de granaatappel. Twee keer chocomel. Die was in de aanbieding. En deze, de latte opschuimnet die kreeg ik. Dus dat is wel super leuk. Dus dat had mijn moeder nog eventjes voor mij gehaald. Ik had nog even beloofd pakketjes te laten zien. Ik heb er weer twee van de Boosie Shop. Er waren alweer nieuwe collecties van Essence en Catrice uit. Die van Essence en eentje van Catrice is nog niet helemaal compleet. Maar dan moet ik even in de gaten houden als ze ergens anders nog komen en anders in de winkel. Want het was heel snel uitverkocht. Ik heb allereerst, even bij pakken.
Raven kost me niet meer even heel veel. Je zit goed ingepakt. Ik zal even een beeld erbij zetten wanneer deze collecties in de winkel liggen. Ik heb allereerst de Who I Am collectie. Dat is dit paletten. Een oog- en feestpaletten is dit. Die ziet er zo uit. Echt prachtig aan de binnenkant. Heel erg mooi paletten. Dus ben ik heel erg benieuwd naar. Daar heb ik ook drie potloodjes bij. Dit zijn dus oogpencils in drie kleuren. Maar er waren dus nog wat andere kleuren. Maar die heb ik er nu dus niet bij. Want niet alles hadden ze. En dan heb ik twee... even kijken hoor. Lippenbalsems. Dus deze. En deze. Maar die andere probeer ik er dus nog even bij te halen. Ik pak het weer eventjes een beetje in. Want dan kan ik het eventjes... Morgen als ik allemaal een beetje bij tijd terug ben... dan kan ik het allemaal eventjes mooi opruimen. Oh ja, ik kreeg er trouwens ook nog deze kwast bij. Van de Boosie Shop. Dus dat is die. Ja, en zoals jullie weten, ik vind het fijn om het alvast te bestellen. Als het me interesseert, zodat ik het makkelijker heb met filmen. Dat is die. Dan zal ik even het volgende pakketje pakken. Morgen eerst eens even opruimen. Ja, volgende. Ook van Catrice, maar ook Essence erbij. Ja, ik heb allereerst weer een... ook weer een kwastje erbij gekregen. Wel leuk met dat roze zo. Oké, zit goed verpakt. Dat is altijd wel fijn. Dan kun je gelijk natuurlijk ook controleren of dat het allemaal goed is. Dit is de melting for ice cream. Maar daar zit dus ook nog een hele mooie lippenbalsem en highlighter bij. Maar die was al uitverkocht. Ik heb nu in ieder geval de lip scrub ervan. Is van Essence. En even kijken. Daarbij heb ik nu de twee lipcremes. In deze twee kleuren. Maar die andere producten die ga ik er nog eventjes proberen bij te bestellen. Of in de winkel proberen te kopen. Van Catrice heb ik dan de collectie Wild Escape. Daar heb ik allereerst dit palet van. Dit is een oogschaduwpalette. Die ziet er zo uit aan de binnenkant. Echt prachtig. Hij is wel groter dan ik dacht. Ik dacht een klein paletje zou zijn, maar dat is niet zo. Dan hebben we ook twee... Even lezen. Liquid blushes. Met een heel leuk pompje erop. En drie kleuren lips. Dit zijn lipstickpennen. Deze kleur. Deze kleur. En ook deze kleur. Superleuk. En nog een mini mascaraatje. Dus dat zijn eventjes alle producten weer die er nu zijn. Ik ga het morgen even allemaal netjes opbergen. Ik heb er nu niet meer zo heel veel zin in. Maar dan weten jullie in ieder geval weer eventjes wat er allemaal aan zit te komen. Maar zoals ik zei, het is niet allemaal compleet, maar daar ga ik nog eventjes naar kijken. Dus dat waren even de pakketjes. Zo, alles is klaar. Het begint een beetje door te waaien. Dat is wel lekker. Lekker eventjes aan de gang geweest. Ik ben blij dat mijn tafeltje en mijn stoeltjes weer staan. Was wel even een gedoe. Ik heb dat stoeltje kregen op mijn voet. Wat gruwelijk veel pijn deed. Want ik wist even niet meer zo goed hoe ik het uit moest klappen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Nou ja, hier is de woonkamer verder klaar. Ik heb even de kaart voor Nathalie geschreven. Voor mensen die nog wilden weten. Ja, dat kan. Want deze vlog komt online naar haar verjaardag. Ik had dit kaartje voor haar. Vond ik wel heel leuk. Ik ben er nog niet aan toegekomen om zelf een kaartje te maken. Ik dacht ineens, oh, hij moet ook al op de bus. Dus dat. Nou, toen heb ik net in de keuken nog even wat opgeruimd. Dus ik vind het voor nu wel weer eventjes goed. Ik ga zometeen eventjes wat drinken weer. Dan ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en weer een poging doen tot eten. Want dat blijft nog wel een drama. Vanavond ga ik kinderen kopen en een huis kijken. Ik weet er alles van. Misschien nog even wat terugkijken. Sowieso denk ik nog wel even gamen.
Dan moet ik de blogpost moet ik schrijven en ik moet eventjes mijn vlog inplannen. En daar moet nog een thumbnail bij gemaakt worden. En dan ga ik lekker de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Daar heb ik heel veel zin in. En daarna blauw blauw. En dan ga ik weer lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan ga ik ook lekker eventjes, hopelijk weer wat meer rust krijgen. Ik heb nu ook wel weer meer pijn. Dus ik hoop echt dat er morgen wat uitkomt. Want het is niet echt heel erg handig. Maar goed, laten we erop hopen. Ik ga in ieder geval eventjes dit allemaal opruimen. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 15 juni. We zitten toch weer met de boel dicht. Want het is vandaag toch weer iets warmer. Ik zag gisteravond dat er 28 graden waren aangetikt. Ga even kijken hoor. Oh, hij is nu weer naar 27,5. Kunnen jullie het zien? Nee. Is hier weer een half graadje gezakt. Ja, meisje, het is warm. Maar goed. Ik ga straks naar de huisarts toe natuurlijk voor mijn wang. Ik ga ook eventjes vragen naar de hooikoortsdruppels. Ik had net even mijn tanden ook gepoetst en zo natuurlijk. Want ja, als ze in je mond moeten kijken is het wel even ook fris om een fris bekje te hebben. Ik poets natuurlijk altijd mijn tanden, maar dan doe je het misschien nog een keertje extra. Maar ik had nu even met de hand gepoetst. Normaal poets ik altijd elektrisch. Ik merkte ook dat er best wel bloed mee kwam vanuit die wang. Dus ik hoop dat ze wat kunnen zien wat er zit. Maar goed, dat ga ik zo meteen wel eventjes bekijken. Gisteravond heb ik gekeken naar kinderen kopen een huis. Was op zich wel weer heel leuk, alleen de huizen spraken mij niet zo aan. Het ging om boerderijen en ik ben zelf niet echt fan van een boerderij. Ik ben misschien meer het luxe mens. Ik vind boerderijen... Ja, ik zou er zelf niet in willen wonen. Maar goed, die mensen waren er heel blij mee. Ik heb daarna nog even een stuk van Nederlands Elftal zitten kijken. Dat was ook niet... op zich was het wel spannend. Het leek eigenlijk al bekeken zaak. Tot op het laatste moment dat er toch nog weer een doelpunt viel. Eigenlijk een beetje wat bij de laatste WK ook gebeurde. Bij de verlenging toen ging het weer fout. Toen heeft Kroatië gewonnen. Dus toen... stonden ze niet in de finale, dus nou ja, toen vond ik het ook wel een beetje geprutst worden. Ook overtredingen die niet nodig waren, maar goed. Ik heb mijn blogpost geschreven, mijn vlog is ingepland. Toen ben ik de laatste aflevering van deze serie gaan kijken. Wow, zo spannend. Ik heb er echt tot de laatste minuut van genoten. Er is ook al bekendgemaakt dat er een tweede seizoen komt. Maar ik vond het einde niet heel duidelijk. Ik vond het een klein beetje onduidelijk. Ik bleef met vragen achter. Maar ik vind het wel heel leuk dat er al een tweede seizoen is aangekondigd. Maar dat is pas volgend jaar of zo. Dus dat duurt nog heel lang. En daarna nog even blauw blauw. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Maar ik merk wel dat ik gewoon extreem moe ben van de warmte. Dus prima. Ik ga even stofzuigen. Ik ga even schoenen pakken. En dan mijn spullen. En dan ga ik straks naar de huisarts. Dus ik zie jullie dan sowieso weer als ik terug ben. Maar ik denk dat jullie nog wel even meenemen met de boodschappen doen. Dus dat is voor nu even de planning. Weer terug van de boodschap. Het licht is niet fantastisch, maar ik kan er niet zo heel veel aan doen. Ik had een verstopte klier in mijn mond. Het ergste heb ik gehad, zegt hij. Die klier die was dus zo verstopt, waardoor het dus heel veel pijn ging doen. Hij voelde verder ook niks raars. Het voelde allemaal glad aan, dus dat is wel goed nieuws. Daarnaast heb ik wel de druppels weer aangevraagd voor de hooikoorts. Die heeft hij volgeschreven, maar die waren helaas niet op voorraad. Dus... dat duurde een weekje, dus daar moet ik nu eventjes op wachten. Dus je kan het de volgende week ophalen. Ik ga even gauw de boodschappen laten zien, want dan kunnen de spullen de vriezer in.
Ik heb weer toetjes. Het is wel grappig, er zitten nu van die stokjes bij, weet je wel. Dan kun je de toetjes kun je invriezen. Vroeger daar kun je dan ijsjes van maken. Ik had een bakje bij elkaar van de boni. Die kun je dus in de oven doen, omdat ik nog wel eens wat dingen in de oven doe. Aardappeltjes. Ik heb nog zo'n frietsaus meegenomen, want die, die lag er nog. Dan heb ik lekker boontjes. Ik heb nu 2 pakjes slaapwinkel, want de plus die gaat hier dicht. Die gaat vanaf woensdag verbouwen, dus dan is die dicht. Ik heb weer even kattenbrokken meegenomen, want die gaan er best wel hard doorheen. Dan heb ik weer frikandellen. Voor maandag heb ik lekker speklapjes meegenomen. En ook weer eventjes vochtig toiletpapier, want het gaat er ook best wel hard doorheen. Want met dit weer heb je toch sneller last van je darmen. Dan heb ik snijboontjes. Die gaan wel de vriezer in, want die hebben een niet zo lange houdbaarheidsdatum. Ik heb spaarrook meegenomen. Zitten nu 9 flesjes in, dat is wel goed. Ik ga straks een soepje maken, dus daarvoor heb ik daarbij eventjes een broodje meegebracht. Ik heb deze schnitzels gekocht uit de vriezer, want die waren nu met korting bij de Lidl. Ook weer even het zachte voer voor de katten. Spekjes. Dan heb ik dit ijs en dit is bubblegum ijs. Vond ik wel heel lekker, dus dat heb ik gekocht. Was ook met korting. Eventjes badkamerreiniger, die kun je ook voor de keuken gebruiken. En als laatste even shootjes, dus dat was alles. Ik ga dit eventjes gewoon opruimen. Dan kan ik nog eventjes wat dingetjes opruimen. Want het is nog vrij vroeg. Gaan ook even wat drinken. Want ik heb een beetje dorst. Maar dat waren in ieder geval even de boodschapjes. Zo, ik heb even alles opgeruimd. Ik heb geprobeerd boven nog even iets te doen. Daar is het natuurlijk ook niet te wezen. Ik was aan het proberen om te kijken of ik dat oogschaduwpaletje nog kon vinden. Wat ik wilde fotograferen. Maar het is niet meer gelukt. Dus ik heb nu maar een mascara gepakt. Dan ga ik die maar even doen, want ik weet het gewoon eventjes niet waar die is gebleven. Hij moet hier ergens zijn, maar ik zie het gewoon even niet. Ik moet boven gewoon weer aan het opruimen. Maar ja, nu met het warme weer doe je ook niet zo heel veel. Maar in ieder geval, alles is weer opgeruimd. Dus de katjes zijn nu lekker aan het eten. Ik ga zo even wat water koud zetten, want dan ga ik lekker aan de spaarrood. Want ja, ik merk toch wel dat ik te weinig drink met dit weer. Maar ik ben in ieder geval wel opgelucht dat er dus niks ernstigs is met mijn mond en zo. En dat het gewoon allemaal... Ja, dat het gewoon een verstopte knie was. Ja, nooit van gehoord. Maar ja, dat kan dus. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Ik moet even mijn nagels een beetje bijwerken. Want ik moet morgen nog een video opnemen. En wil ik natuurlijk wel net de nagels bij hebben. Dan ga ik straks in ieder geval lekker douchen. En dan lekker eten. Vanavond kijk ik weer. Ik weet er alles van. En dan ga ik even het beste van de slechtste chauffeur terugkijken. Want heel veel dingen zijn nu herhaling. En daarna ga ik eventjes het perfecte plaatje alvast een stukje kijken. Ik ga nog eventjes lekker gamen. Foto's bewerken. Ik moet natuurlijk een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee wat. Ik val dan altijd als een soort van... Ja, in een soort van gat of zo. Omdat ik het dan niet weet. Maar goed, dat komt wel goed. Dat ga ik even opzoeken. Dan ga ik lekker weer blauw kijken en mijn boek lezen. Dan is het ook alweer tijd om te slapen. Ik denk dat ik dan ook wel weer aardig gaar ben. Maar ik zat wel eventjes gewoon dat je de warmte niet uit huis krijgt. Ja, mijn coach zegt dan, ja, je hebt misschien een airco. Maar volgens mij kostte die ook heel veel stroom. Dus ik weet het ook niet. Dus dat zou ik eerst moeten verdiepen. Want ja, de stroom is natuurlijk al, de prijzen zijn natuurlijk al best wel veel. Dus ja, alles wat geen stroom kost is natuurlijk het beste. Maar goed... ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 16 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even een video opgenomen, dus dat staat er ook weer op. Ik moet zo even de tweede ventilator erbij pakken, want het is nog steeds natuurlijk heel erg warm. En dat ga ik zo eventjes doen. Ik heb vandaag weer iets meer pijn in mijn mond, maar ik merkte gisteren met eten, dat ging wel wat soepeler. Ik merk dat mijn tong bijvoorbeeld weer iets verder naar buiten kan. Ik had nu ook al wat minder moeite met die tandenborstel in mijn mond, dus dat was wel fijn. Dus ik merk wel dat het de goede kant op gaat, maar ja, dat heeft gewoon even tijd nodig. En ik ben gewoon blij dat ik weet dat er niks ernstigs is. Ik heb gisteravond... de beste slechtste chauffeur gekeken. Zo. Ik weet niet precies hoe die titel heet.
Maar in ieder geval was op zich wel weer leuk. Dat is volgende week ook voor het laatst. Dus dit zijn vaak dan even de wat kortere programma's. En dat is ook prima. Daarna ben ik even alvast een deel van het perfecte plaatje gaan kijken. En heb ik nog eventjes gegamed. Die soep die was ook wel heel lekker. Was wel gewoon eventjes lekker makkelijk. Dus ja, dat was wel fijn. Daarna ben ik mijn foto's gaan bewerken. En ben ik alvast aan de gang gegaan weer met een previewbericht. Die moet nog online. Die probeer ik zondag even online te krijgen. Toen moest ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb hem eventjes gescreenshot, zodat ik even kon weten hoe die heet. Dus ik ga hem heel eventjes opzoeken. Waar is die? Oké. Oh, hier zo staat hij. Hij heet Siepe Gletscherken. Ik zal de naam wel even in beeld neerzetten, want het is Deens. Ik spreek dit gewoon niet goed uit. Dit is eigenlijk naar aanleiding van een boek. Wat de verpleegster, wat geschreven is door Christian Corfixen. Ja, dit gaat dus over een verpleegster die net een nieuwe baan begint. Maar daar gebeuren moorden, er overlijden mensen en er is een mysterie rondom. Ik geloof niet in natuurlijke overlijdens, dus ik denk dat zij dat gaat onderzoeken. Maar ik heb als één aflevering gezien, het zijn er ook maar vier. Maar ik vond het wel heel spannend, ik zat er wel meteen goed in. Dus dat was wel fijn. Daarna nog even blauw-blauw en toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Maar ik had weer heel erg last van mijn ogen, dus ik hoop wel echt dat die druppels er volgende week zijn. Als ik dinsdag nog niks gehoord heb, ga ik toch even bellen, anders voor een alternatief. Want ik houd het niet heel lang meer vol. Ik kreeg ook de vraag of ik wel medicatie slik voor mijn hooikoorts. En ik heb dus inderdaad medicatie van de huisarts. En ik had ook echt super lieve berichten allemaal van jullie over mijn mond en zo. Dus dat was allemaal echt super leuk. Ik wil zometeen eigenlijk even die stomer gaan proberen. Want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat werkt. En het leek me wel leuk om jullie daarin mee te nemen. Want misschien zijn jullie er ook wel benieuwd naar. Ik ga eerst even stofzuigen en de bol doen. En dan gaan we gewoon eens eventjes kijken hoe dat zou kunnen werken met die stomer. Want ik ben echt super benieuwd. Dus dat ga ik doen. Maar eerst zo even de tweede ventilator hierheen. Even wat dingen opruimen. En dan kunnen we hem eens even uitpakken om te kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Laten we allereerst de doos even openmaken. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Oeh, dit is hij. Hij is best wel groot. Oeh. 35 seconden, 20 graden. Je kunt hem voor gordijnen, kleding en ook stoelen gebruiken. Ik ga ervan uit dat er ook een boekje bij zit. Dat is natuurlijk wel handig. Wat je er verder bij krijgt, dat zijn nog deze twee opzetstukjes. Deze twee. Ik ga eerst even kijken in het boekje. Gebruiksaanwijzing, het staat er in het Nederlands, dat is altijd wel handig. Even kijken hoor. Gebruik. Verwijder stickers, beschermfolie of plastic. Hier. Oké. Dan is dit de ontgrendelknop voor het waterreservoir, denk ik. Oh ja, kijk, hier kun je dan water in doen, lijkt het. Hoe vul je dat dan? Dat is wel eventjes... Kijk hoor. Nou, hier moet je hem dan vullen. Wat ik zo zie. Ja. Nou, ik denk dat we hem gewoon eventjes... Dan werkt het denk ik zo. Eerst dit er eventjes afhalen. Nou, dan ga ik hem even vullen en dan ga ik hem eventjes laten stomen. Dan gaan we gewoon even een kledingstuk proberen. Je krijgt er trouwens ook deze bij om hem te vullen. Dus die ga ik ook even gebruiken. Dus ik ga het gewoon eens eventjes proberen. Zo, ik heb hem gevuld met water en hij is nu aan, dus hij gaat nu warm worden. En dan moet je hem eerst even laten stomen voor het eerst gebruik. Hier zit de aan- en uitknop. Zo, ik ben wel heel benieuwd. Ik ga even wat dingen opruimen, dan zal ik ook even het kledingstuk pakken wat ik wil gaan stomen. En dan gaan we gewoon even proberen... Wow, kijk, het trilt.
Of het lukt. Hij is heel snel warm, dat zie ik al. Nou, laten we het zo gelijk gaan proberen. Nou, ik heb even een blouseje gepakt. Die wil ik dus gaan stomen. Dus ik ben heel benieuwd of dat werkt. Dan hoop ik alleen dat ik lang genoeg snoer heb. Nee dus. Even een ander plekje pakken hoor. Want hij is niet lang genoeg helaas. Ik heb hem even hier neergehangen. Nu gaan we hem proberen. Niet zo handig met één hand. Ik ga jullie even erbij neerzetten. Dan gaan we even stomen. Het ziet er wel heel mooi uit. Het vervangt natuurlijk niet het strijken. Het is gewoon meer dat als je een blouse uit de kast haalt die een beetje gekreukt is geworden door het hangen, dat je hem eventjes kunt stomen. Het werkt wel. Het ziet er een stuk beter uit. Hier kan hij misschien nog een beetje. Maar ik vind het een heel goed ding. En dat voor die 20 euro. Ja, echt heel goed. Inmiddels is mijn accu leeg van mijn camera. Dus die moet ik zo even op de oplader doen. Ik heb nog eventjes de was draaien. Die is nog niet klaar. Ik heb ook eventjes mijn plank in de keuken ingespoten met de Dusty. Dat was ook allemaal weer een beetje vettig, dus dat weer eventjes mooi ingespoten. Ik ben echt onder de indruk van de stomen, jongens. Ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar was. Het is een beetje behelpen nu met filmen met het warme weer, omdat je in het donker zit. Mocht je het alsnog onduidelijk hebben gevonden, kan ik het altijd nog een keertje laten zien als het wat minder warm is. Maar ja, ik leef nu gewoon eventjes in een donker huis natuurlijk. Het vervangt dus niet mijn strijkbout. Ik zal ook blijven strijken, maar dit is puur als ik een keer een blouseje uit de kast trek die door het hangen misschien toch een beetje gekreukt is, dat ik hem even glad kan maken. Dat je niet als je de deur uit moet gekreukt de deur uit gaat. En daar vind ik hem dus echt heel handig voor. En ik ben echt wel onder de indruk voor die paar tientjes die hij kost, wat hij doet. En hij is dus wel op draad. Je hebt geloof ik ook wel zonder draad, maar daar zul je dan ook meer voor betalen. Maar goed, als je gewoon dicht bij het stopcontact zit, werkt dat prima. Maar ik was wel erg onder de indruk. Ik wil eigenlijk ook even een lijst gaan maken van mijn potloden, zeg maar, die ik heb op de kleuren. Wat ik ook met die stempels heb gedaan. Maar daar ben ik even aan het zoeken hoe ik dat het beste kan doen. Want heel vaak ga ik op scheef of zo. Dus ik ben er wel even mee aan het spelen geweest. Maar ik was nog niet tevreden. Maar goed. Katten hebben net lekker gegeten. Dus prima. Ik ga zo even weer wat drinken. Ik heb het eerste flesje water op gisteren. Dus ik ben nu aan het tweede begonnen. Maar ik ga vanavond ook wel even wat Amaak-limonade drinken. Want ik merk wel dat ik saai word van alleen maar water. Dan weet ik natuurlijk ook dat je spaarroods ook zou kunnen mengen met een beetje Amaak-limonade. Maar dat vind ik meestal zo wel lekker. Ik voel nu ook weer wat meer mijn keel. Nou, ik ga mijn nagellak er even afhalen. Die had ik gisteren er eventjes bij gewerkt voor de video voor vandaag. Maar het is allemaal klaar. Dus ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks even de was verwerken. Eten, douchen uiteraard. Vanavond heb je gewoon weer, ik weet er alles van. Het komt wel op vrijdag, dat vind ik wel leuk. En anoniem ga ik lekker kijken. En daarna even het perfecte plaatje afkijken en even lekker gamen. Video in elkaar zetten. Vind ik wel leuk, want ik had al even wat beelden bekeken en het zag er wel goed uit. Dus daar was ik dan wel weer blij mee. Omdat ik altijd een beetje met dit soort video's een beetje onzeker is of dat het goed gelukt is. Omdat heel veel mensen creatieve video's vanaf boven filmen, maar ik zou echt niet weten hoe ik dat moet doen. Ik
ga mijn blogpost schrijven. Daarna ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. En dan ga ik weer Mokromafia kijken. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen. Ik hoop dat ik nu iets langer kan lezen in verband met mijn ogen. Maar dat ga ik zien. Ik ga jullie ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu met mijn camera eventjes op de oplader doen. En dan zou ik bij deze dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 17 juni. Ik ben klaargemaakt en ik word hier geknuffeld door Muis. Ik heb net even weer die andere ventilator erbij aangezet, want dat is gewoon nodig. Als het goed is, is de zon morgen even weg. Dan is het nog wel warm, maar is die zon niet zo aanwezig. En dat zou wel lekker zijn. Ik heb gisteravond weer gekeken naar Ik weet er alles van, was weer leuk. Daarna ging ik kijken naar Anoniem, was ook weer heel spannend. Dus ja, ik vind het wel een goede serie. Toen ben ik gaan gamen en heb ik ook eventjes Het perfecte plaatje afgekeken. Ik wist helaas al wel wie eruit was, want dat was al gespoilerd op social media. Maar goed, dat is niet anders. Ik ben daarna nog eventjes een klein stukje van De moeite waard gaan kijken. En toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Ging niet heel makkelijk, want mijn laptop werkte niet echt mee. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix. En het grappige was, ik had echt al zo'n vermoeden dat deze, een van die dames, die kwam mij zo bekend voor. En ik dacht, oh, je hebt zo'n bekend gezicht. En ik wist gewoon even niet waar het vandaan kwam. Dus ik ging toch even op Google kijken. En ja, toen wist ik het weer. Het was uit een serie die ik eerder heb gezien over inseminatie ging dat. Dus daar herkende ik haar van. Maar ze zag er hier heel anders uit. Maar het is echt wel een hele spannende serie. Dus ik heb echt wel zin om weer vanavond te gaan kijken. Daarna Mokromafia. Ja, dat was op zich ook wel goed. Hierna komt nog één seizoen. Dan stoppen ze er ook mee. Maar ik vind het praten soms heel zacht. Het liefst had ik gewoon dat deze hele serie compleet ondertiteld werd. Maar ja, dat gebeurt niet. Want bij de Nederlandse stukjes wordt er gewoon geen ondertiteling geplaatst. Maar ik vind het soms wel moeilijk te verstaan. Dat maakt het soms wel lastig. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik denk dat ik die vanavond ook al wel weer uit heb. Dus dat gaat hard. Vandaag op de planning. Ik moet mijn kwasten wassen. Maar ik moet ook eventjes nog een kookplaat heel goed doen. Want die maak ik elke keer wel schoon. Maar ik ben toch niet tevreden. Ik merk dat de bovenkant toch wat vettig is, dus die ga ik eventjes inspuiten in Dusty. Die heb ik al in de douche neergelegd, zodat die daar eventjes goed met de Dusty kan. Dan kan ik ondertussen die plaat even helemaal goed schoonmaken, even de pitten schuren en zo. En dan is die weer helemaal fris. Ga ik ook even met die tandenborstel doen, dus ik ga jullie meenemen. Eerst de keuken een beetje opruimen en dan dat eventjes doen. En ik ga nog even in mijn blog en YouTube boek werken. We gaan nu eventjes dat doen. We gaan eerst eventjes stofzuigen en jullie bakken scheppen, hè? Dus dat gaan we eventjes doen. Dus ik ga jullie meenemen. Thank you.
Zo, deze is weer heerlijk schoon in ieder geval. De knoppen zijn helemaal schoon, lekker. Nou, ook de binnenkant is helemaal schoon. Heerlijk. Het ziet er helemaal fijn aan. Ik ben heel blij mee. Zo, ik ben nu klaar met alles. Het was best wel druk. De kookplaat is helemaal schoon. Dat heb je kunnen zien. Dat werkt echt heel goed met Dusty. Ik kwam ook best wel wat vuil vanaf, vooral van de randjes. Maar hij is nu weer heerlijk schoon. Dat geeft een fijn gevoel. En vanavond heb ik toch airfryer. Dus hoef ik niet de kookplaat te gebruiken. Maar het is fijn dat hij nu weer helemaal schoon is. Kwasten zijn weer schoon. Dat is ook weer fijn. Ik heb het bonnetje van de stomer even ingescand. Want tegen het vervagen. Nou moet ik van de week even naar de Action. Dus ik wil eigenlijk even kijken. Ook voor een mapje waar ik dat soort belangrijke bonnetjes in kan bewaren. Zoals van de koffiezetapparaat. Airfryer, nou, dure stomer. Echt gewoon de dingetjes waar garantie op zitten, zeg maar. Dat vind ik wel een goed idee. Nou, het aardappel is weer een beetje opgeruimd. Ik heb net ook eventjes de trechters even ingespoten met Dusty. Want die blijven ook een beetje vet, ondanks dat ik ze steeds af was. Dus ik heb ze even ingespoten met Dusty. En dan was ik ze vanavond goed af. En dan hoop ik dat het vet laagje eruit is. Dus nou ja, eventjes lekker mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Dus nou, ik ben weer helemaal bij, dus dat is fijn. Nu ga ik zometeen nog eventjes lekker relaxen, want het zweet staat dik op mijn voorhoofd. Het is 27 graden buiten, dus ik hoef nu ook niet te luchten, want het is binnen 27,5 geloof ik. Nou, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer naar het jachtseizoen. Dat is wel weer, weer leuk. Daarna ga ik even de beste kijkers kijken. En ik denk nog wel even mijn Disney game doen. Want ik wil even verder bij Winnie de Pooh. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Voor zover dat lukt. Ik wil eigenlijk proberen even die persberichten nog in te plannen. Dus eventjes kijken hoe ver ik daarmee kom. En hoe ver de laptop mee wil werken. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna verder met Parels en Zwijnen. En dan ga ik lekker naar bed en mijn boek lezen. En zoals ik al zei, ik denk dat die uitkomt. Maar op zich best wel een productief middagje zo gehad. En dat was wel fijn. Het was een beetje een doorn in mijn oog, die kookplaat. Ik vind het fijn dat hij nu gewoon eventjes weer een hele grondige schoonmaakbeurt heeft gehad. Net wat ik zeg, ik doe hem elke keer na het koken, doe ik hem echt wel schoonmaken. Maar ja, even zo'n grondige beurt, dat was gewoon even nodig en dat was lekker. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is vandaag 18 juni. Het is vaderdag. Ik zie mijn ouders volgend weekend. Dus dan neem ik ook eventjes wat mee voor vaderdag. En verder doen wij er ook niks aan. Maar ik kan eindelijk weer een dagje de boel open hebben. Althans de gordijnen. Dat vind ik ook wel lekker. Want het brak wel een beetje op de hele tijd in het donker. En ik weet dat ik daar nog absoluut niet vanaf ben. Dat dat voorlopig ook nog wel zou kunnen doen. Maar even zo'n dagje zonder zon is wel heerlijk. Ik heb alleen niet de boel openstaan, want het is nog steeds buiten 28 graden. Er is ook echt nagenoeg geen wind. Dus het is niet zo handig om de boel om open te gooien. Maar het is wel lekker dat het nu lekker eventjes een beetje zonloos is. Daar was ik wel eventjes aan toe. Nog meer ben ik toe aan de regen, maar die zie ik nog niet vallen. Ja, er staat voor dinsdag regen gepland. Maar ja, of het gebeurt, dat is de vraag. Ik heb gisteravond weer naar het jachtseizoen gekeken. Was wel weer leuk. Ondanks dat ze toch gepakt zijn, was het wel leuk. Ja, soms merk je ook gewoon dat er niet echt een plan in zit. Of dat die jongens van StukTV gewoon slimmer zijn. En soms vind ik het ook wel een beetje gemeen dat ze naar pompstations of zo gaan bellen of ze daar rondlopen. Eigenlijk vind ik dat niet helemaal eerlijk, maar goed, dat zal wel bij het spel horen. Daarna heb ik even de beste kijkers gekeken en ben ik ook nog eventjes lekker mijn Disney-spel gaan doen. Was wel weer leuk. Moest alleen even het hoofdstukje van Winnie de Pooh opnieuw doen. Dat was denk ik niet helemaal goed gegaan met het opslaan. Maar daar kan ik weer lekker verder mee, dus dat is wel leuk. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dat ging ook wel. Ik heb een persbericht klaargezet. Die is inmiddels ook al online gekomen. Dus prima verder. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Was weer heel spannend. Vanavond alweer de laatste aflevering. Maar ik ben erg benieuwd hoe dit eindigt uiteindelijk. Het is echt een goede serie. Het is ook wel gek dat het wel een waar gebeurd verhaal is. Dat is wel vreemd. Alleen
het komt ook wel weer een beetje bij de werkelijkheid. Omdat je dat laatst ook zo'n soort verhaal hebt gehoord in Nederland in de coronapandemie. Dat er een verpleegkundige zou zijn geweest die dus mensen ook het laatste zetje zou hebben. Je moet eerst je iPhone ontgeven. Gegeven omdat die vond dat ze geen levensverwachting meer hadden en daardoor ook een heleboel mensen zijn overleden. Maar volgens mij is diegene nu in vrijheid gesteld, maar dat weet ik niet meer precies. En daarna nog even parels van zwijnen en toen ben ik naar bed gegaan om te lezen, die is uit. Ik ga zo even stofzuigen. Nu kan ik maar eventjes een keertje ook goed zuigen omdat ik goed licht heb. Ik ga even grond afhalen, straks uiteraard gewoon even de foto's maken. Misschien dat ik boven nog even wat probeer op te ruimen. Ik ligt er even aan of ik daar kan wezen. Ik had ook een bromvlieg in huis. Ik zie hem momenteel niet, maar die is er wel. Dus die moet ik eigenlijk ook nog eventjes zien dood te hebben. Want daar heb ik zo'n hekel aan. Maar goed, dat is in ieder geval voor vandaag even de planning. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. De nieuwe controller hangt ook hier mooi. Die is opgeladen, dus die hangt hier nu mooi. Dit is dus die andere. Dit is dus de nieuwste. Dus daar ben ik blij mee dat hij nu ook een mooi plekje heeft gekregen. Stelt nog niet echt lekker scherp, volgens mij zie je hem niet heel goed, maar hij hangt er in ieder geval mooi bij. Ik heb even een schnitzeltje uitgehaald voor vanavond, die ik bij Lidl had gekocht, die zak. Er zitten echt heel veel schnitzels in, dus dat is dan wel weer een goede aankoop. Ik ga hem gewoon even in de koelkast zetten, zodat hij kan, in ieder geval kan ontdooien, want hij moet dus in de pan, niet in de airfryer. Zo, tijd voor de fotospullen. Ik heb dus het Dancing Green eyeshadow paletten van Essence. Die wilde ik dus vorige week doen. Die kon ik niet vinden. En nu zag ik hem liggen. Dus die heb ik nu mooi. Dan ga ik deze Zelftan Water van Beauty Lab proberen. Ik ben wel benieuwd of ik hier een beetje kleur van ga krijgen misschien. Dan heb ik hier een hele rits met nagellakjes van Catrice. Ik zal ze even bij elkaar leggen. Zo. Allemaal deze, die gaan er dus allemaal uit. Dus die had ik nog liggen. Dus die heb ik even bij elkaar gedaan. Daar heb ik al heel veel van getest. Vanavond ga ik deze opdoen. Nu moet ik alleen die nog. Dus hier ga ik mooi nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Dus ja, ga ik even doen. Mag ik mezelf even blij wanen dat het gewoon een klein beetje regent hier. Het is echt heel minimaal. Ik probeer wat druppels op te vangen, maar het gaat niet echt. Maar het regent gewoon een beetje. Hoe blij maakt mij dit? Echt heerlijk. Zo, ik heb toch nog best wel veel gedaan. Ik had dus even goed stof gezogen. Ik heb de groenten even afgehaald. Toen ben ik de was die in de slaapkamer lag gaan opvouwen en naar boven gaan brengen. Ik heb ook alweer een deel in de kast, maar het was boven natuurlijk best wel warm wat te verwachten was. Maar dat heb ik allemaal in ieder geval wel klaargekregen. En toen ben ik nog wat dingen gaan opruimen daar. Dat is ook wel gelukt. Nou, toen vond ik dus het oogschaduwpaletje wat ik vorige week had gepakt en niet meer zag. Dat was ook fijn. Toen heb ik de foto's gemaakt. Toen heb ik net eventjes de bak van het kattenvoer helemaal omgespoeld. Want die was weer leeg. Dan moeten weer nieuwe brokken in. Ik dacht, laat ik hem gelijk even helemaal omspoelen. Dan zit ook de geur van die kattenbrokken die ik eerder had er niet meer in. Dus die ga ik gewoon even met de afwas goed afwassen. Eventjes het bakje opgeruimd van een soort van medicijnkistje, zeg maar. Waar paracetamol en pleisters en dat soort dingen in zitten. Dat heb ik weer even netjes gemaakt. Nou, nu hebben de katten net lekker gegeten. En nu ben ik er ook wel klaar mee. Ik vind het zo lekker dit. Dat het gewoon even niet zonnig is. Want ik merk gelijk dat ik productiever word. Omdat ik nu ook gewoon lekker weer daglicht in huis heb. Als het hier de hele dag donker is, merk ik toch dat ik wat minder productief ben. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat ik in een hele donkere omgeving leef. En dat er weinig uit mijn vingers komt. En zoals nu, ja, nu ging het gewoon eventjes lekker. Dus dat was heel fijn. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks wel lekker douchen, want ik heb het wel heel warm. Het zweet staat echt overal. Dan ga ik eten. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar die schnitzel. Vanavond ga ik wel Million Dollar Island kijken en daarna weet ik het eigenlijk niet. Want heel veel is nu natuurlijk al herhaling. Ik kan nog eventjes dat huis, de moeite waard, even verder afkijken. Ik wil sowieso nog even verder lekker met mijn Disney spel. De nagels die worden gedaan. Dan ga ik even mijn foto's bewerken voor mijn blogbericht van morgen. En misschien alvast even de thumbnail maken voor de video van dinsdag.
En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna weer blauw. En dan ga ik naar bed en ga ik een nieuw boek uitkiezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik begreep dat Nederland nu dus aan het spelen is tegen Italië. Omdat ze dus niet in de finale stonden, moesten ze vanmiddag wel eigenlijk voor de lol. Maar ze stonden al vet achter, las ik. Ik wist niet eens dat het vanmiddag was. Dat gaat ook niet heel goed. Maar goed, het zal wel. Had ik ook niet verwacht tegen Italië. Ik ga nu lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 19 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond weer eventjes mijn standaard dingen gedaan. Ik heb allereerst gekeken naar Million Dollar Island. Was wel leuk. Het is ook bijna afgelopen. 2 juli begint een ander programma. Dus het loopt ten einde. Daarna heb ik eventjes een stuk gekeken van de moeite waard. Toen ben ik mijn Disney game gaan doen. Was super leuk, want ik had Olaf erbij. En een keer kwam ik Olaf tegen. Dus toen kwam ik Elsa en hoe heet zij? Elsa en... weet je zus ook alweer? Ik weet het even niet. Ik zal de naam al even in beeld zetten. Ik ben even de naam kwijt. Tegen, dus dat was allemaal wel leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Dat is... ik had het lakje erbij gepakt. Dit lakje van Catrice. Met de naam 109 sneakers en denim. Dat is wel super leuk. Toen heb ik eventjes mijn foto's bewerkt. Heb ik al een deel van de thumbnail gemaakt. Voor de video van morgen. Dus dat was allemaal gelukt. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix serie gaan kijken. Wat ook super, super spannend eindigde. Mijn vermoeden klopte dus ook al die tijd wel. En ja, uiteindelijk bleef ik toch nog wel met wat vragen zitten. Die heb ik uiteindelijk toch nog even opgezocht. Zo bleek dus ook dat deze verpleegkundige uiteindelijk ook haar eigen dochter slaapmiddel had gegeven. Wat ze helemaal niet mocht hebben. Uiteindelijk zou in eerste instantie zou ze voor levenslang veroordeeld worden. Uiteindelijk is dat 12 jaar geworden omdat ze ook heel veel moorden niet meer konden bewijzen. Want het schijnt daar normaal te zijn dat die mensen direct gecremeerd worden. 12 jaar vind ik best wel weinig voor 4 moorden. Maar goed, dat weet je toch niet hoe het rechtssysteem daar in elkaar zit. Ze schijnt persoonlijkheidsstoornissen te hebben gehad en zo. Maar het was in ieder geval allemaal wel heel spannend. Maar ook wel raar om te zien dat de collega die haar er uiteindelijk dus... voor heeft aangegeven, toch met de nek aangekeken werd. Dat vond ik echt heel raar, maar goed. Daarna heb ik nog even blauw gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Dus dat was prima. Ik mag superleuk nieuws met jullie delen. Sommigen van jullie weten het misschien al omdat je Nathalie volgt. Maar ik ben weer tante geworden. 7 juni ben ik tante geworden van een meisje. Kijk, Jara, ik heb even het geboortekaartje. Ik laat alleen even de voorkant zien. Superleuk. 2 juni was de uitgerekende datum en naar de verhalen die we te horen kregen had ik wel zoiets van, ik denk wel dat ze er overheen zal gaan. Op een gegeven moment heb ik ook wel echt gedacht, ik denk dat het gewoon weer inleiden wordt, want het zag er echt niet naar uit dat het uit zichzelf zou gaan beginnen. Ik heb wel momenten gehad dat Nathalie bijvoorbeeld heel lang niks zei in de app, dat ik dacht, nou misschien dat het nu toch wel zover is. Maar dat was dan eigenlijk elke keer niet zo. Toen heb ik van de nacht van 6 op 7 juni heb ik wederom gedroomd dat het een meisje was. Want dat heb ik echt een aantal keer gedroomd. Dus mijn gevoel was ook heel sterk dat het een meisje zou worden. Dat heb ik toen nog in een groepsapp gedeeld. Ook daar kwam geen reactie op. Maar dit keer duurde de reactie wel heel erg lang. Dat er echt helemaal niks gezegd werd. Toen dacht ik wel van, nou, misschien dat het nu dan toch wel aan de gang is. Dat zei ik ook nog tegen mijn moeder. En toen werd ik rond een uurtje, 6:15, werd ik gevideobeld. En kreeg ik een klein... babytje te zien. Ik wist op dat moment natuurlijk nog niet wat het was. Dus ik zei, oh, wat is het geworden? Ja, een meisje. En ze heet Yara. En ik had gelijk. Superleuk. We zijn ook al op babybezoek geweest. Ik heb Yara nog niet vastgehouden. Maar dat komt vast nog wel een keer dat ik haar vast kan houden. Maar dat is dus superleuk. Er is weer een nichtje erbij. Ik ga jullie vandaag ook meenemen in het proces met het cadeau wat ik heb gemaakt. Dus ik heb hier zelf een cadeau gemaakt en daar ga ik jullie in meenemen. Dat was op het laatste moment nog even stress, want ik hoorde dus op woensdag dat het kindje er was. Of Yara. Zaterdag zouden we erheen gaan. Toen moest ik donderdags boodschappen doen en ik moest dat cadeau nog verder afmaken. Maar ik kon niet verder, omdat ik echt moest wachten tot het kindje er was. Uiteindelijk heb ik dat donderdagavond toen nog afgemaakt. Dus dat is allemaal wel gelukt. Want vrijdag had ik daar geen tijd voor, omdat ik naar die avondvierdaagse ging. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ik ga jullie vandaag dan meenemen in het maken van het cadeau en het inpakken van de andere cadeautjes. En dan ga ik jullie morgen meenemen op babybezoek, want ik heb wel beelden gemaakt. Ik breng Yara uiteraard niet in beeld, maar het is wel heel leuk om te zien hoe ze op de cadeautjes reageerden. Dus dat ga ik doen.
Ik ga nu aan de schoonmaak en dan ga ik jullie laten zien wat ik heb gemaakt voor cadeau voor eigenlijk voor het gezin. Thank you.
het eindresultaat van de stop geworden. Ik vind hem zelf wel heel erg leuk geworden. Deze laat moet even weer een beetje vast. Ik zal zo even laten zien hoe het eruit ziet als de ding daar ook op zit. En zo ziet het er dan uit met de stop erbovenop. En dan kun je hem gewoon heel erg leuk neerzetten. En het gaat natuurlijk ook niet stoffen, dus ik vind het wel super leuk geworden. Ik ben er zelf tevreden over. Een tafel vol spullen die ingepakt moet worden. Ik heb hier allereerst voor lente een boekje. Boomba, samen spelen, samen delen. Het is een boekje met flapjes. Kijk, je kunt even de flapjes, die kunnen dan, zoals dit fietstasje, kan dan open. Er zit er een knuffeltje in. Super leuk. En het is gewoon wel heel erg leuk. Ze is zindelijk geworden, dus ze moest een cadeautje. Voor Nathalie heb ik weer een soort van pakketje. Ik heb hier allereerst een face sheet mask van Mickey Mouse. Ik heb een haarmaskertje. Dat is altijd wel lekker, want ja, ook je haar heeft met een zwangerschap best wel te verduren gehad. Dan heb ik een lippenbalsem van Frozen. Ik had een hele leuke gezien, die kon ik niet vinden. En deze Maxi Blush van Essence, die heb ik zelf ook net voor haar ook gekocht, want het is Lion King. Voor Frank heb ik een paar sokken van Game On. Ziet er wel leuk uit. Nou, dan heb ik hier een kaartje voor de baby. Die moet ik even schrijven. Voor Yara zelf heb ik dit onwijs lieve boxpakje gekocht. Kijk, heel erg leuk met voetjes eraan. En er zit dan ook Sweet Dreams staat erop. Dus dat is heel leuk. En een heel schattig mutsje. Nou, deze zijn van mijn moeder en van Nathalie. Die had ik even gehad. Ik heb mijn moeder gevraagd. Maar ik denk dat ze nog in de koeling gooien. Want ze zijn een beetje zacht. Ik denk dat ik het eventjes ga doen. Want ik heb voor Nathalie ook nog deze hazelnoot macchiato Starbucks. Dus die moet ook mee. Dus ik gooi die deem er zo ook eventjes bij. Dan heb ik voor mijn moeder een Sculpt massagebrush. Want die moet nog een moederdag cadeautje hebben. Nathalie krijgt hier de spulletjes gaan in dit etuietje. Het toilettasje. Ook voor mijn moeder heb ik een Betty's voetbal. Dat is ook voor iemand die altijd heel erg met eelt bedolven is. Eventjes kijken. Ja, voor lente heb ik dit shirtje gemaakt voor Boomba, maar het is niet helemaal goed gelukt, want het laat een beetje los. En dat is een beetje jammer dat het niet zo goed gelukt is als dat ik had gehoopt. Maar ik kreeg het niet beter dan dit. De cadeautjes van Yara gaan in dit tasje. En het hoogtepunt is deze stolp die ik dus heb gemaakt als cadeau. Ik heb voor lente toen een spiegel gemaakt met haar naam en nu heb ik een stolp gemaakt. Dus dit ga ik nu allemaal mooi eventjes inpakken. Zo, ik ben klaar. Het zweet staat inmiddels echt dik op mijn voorhoofd. Het was best wel pittig. Ik moest wel lachen. Ik was eventjes buiten de kliko ophalen, want het GFT was opgehaald. En ik moest even een vuilniszak weggooien.
Dus nou, dat had ik allemaal gedaan. En toen kwam er net iemand thuis, want ze werkte hier dus ook ergens woont. En die zei dus, oh, jij bent aan het afwassen. Want ik had mijn handschoentjes aan naar buiten. Ik zeg, oh nee, ik ben niet aan het afwassen, maar ik ben wel aan het schoonmaken. Maar, oh, zegt hij, dat dacht ik, omdat ik de handschoentjes aan had. Ik zeg, ja, anders krijg ik eczeem als ik dat niet doe. Ik heb hier nou bijvoorbeeld weer een hele flinke... Hij heeft er weinig zin in om het scherp te stellen. Maar hier zit dus weer een flinke snee die ook zeer doet. En, nou, kletspraatje gemaakt. Dat is wel grappig. Dus, maar goed, alles is weer lekker klaar. De douche, de gang, kattenbakken zijn weer heerlijk schoon. Dus ik ben wel weer voldaan. Maar ik vond het wel pittig, want het is toch nog wel warm. Want even kijken hoeveel graden het inmiddels is. Want ik had de boel gewoon open gegooid. Want het zou niet zo heel warm zijn. Maar het is toch wel zonnig geworden. 25 graden. Nou ja, goed. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar de Meilandjes. En ik weet er alles van. En misschien dat ik nog wat terug ga kijken. Maar misschien ook gewoon eventjes gamen. Misschien even mijn nieuwe controller uitproberen. Dan ga ik daarna de video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. Even blauw-blauw kijken en dan ga ik mijn boek lezen. Maar die krijg ik vanavond ook wel uit. Dat was maar een boek van 90 bladzijden. Dus dat was niet zo heel veel. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxen en even wat drinken. Want ik ben het nu best wel zat. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Want ik ga ook de camera opladen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 juni. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is Nathalie jaar. Dus nogmaals gefeliciteerd. Ik heb je al op tig manieren gefeliciteerd, maar dat maakt niet uit. Dat kun je niet vaak genoeg doen soms. Ik ga daar zaterdag dus heen. Zaterdag heb ik daar verjaardag van. Ik ga daar zometeen cadeautjes voor kopen. In eerste instantie zou ik morgen gaan, maar dat ging mijn coach niet redden. Toen werd het vandaag. Toen zouden we eerst om 3:30 afspreken. Toen appte ze gisteravond toch, nou laten we maar wat eerder afspreken, want er is slecht weer op komst. Er is inderdaad wel code geel afgegeven, maar ja, of dat daadwerkelijk ook echt doorzet, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar goed, vandaar dat ik nu om 2:30 wegga, dus ik heb nog even, ik had in eerste instantie zoiets van, nou ja, als het 3:30 wordt, dan kan ik mooi even de boekenvideo opnemen van tevoren. Maar dat doe ik nu dan donderdag wel, want ik moet nou ook donderdag de video voor zaterdag opnemen. Deze maand zijn er wel, komen er in totaal 12 video's online. Dat is best wel fors, maar ja, goed. Gisteravond heb ik gekeken naar Ik weet er alles van en Chateau Meiland. Dat was wel weer heel erg leuk. Daarna ben ik eventjes gaan gamen. Toen heb ik mijn nieuwe controller uitgeprobeerd. Dat ging niet direct van een leien dakje, want die moest ik dus nog aansluiten. En ik wist eventjes niet hoe dat moest. Uiteindelijk is dat gelukt. Kon ik er even lekker mee spelen. Dat was wel heel fijn. Moest wel eventjes wennen, maar het speelde echt heel fijn. Ik heb de video in elkaar gezet die online is gekomen. Ik heb een blogpost geschreven. En ja, ik ben nog wat met wat boeken aan de gang geweest. Toen ben ik een nieuwe Netflix serie gaan uitzoeken. Maar ik weet eerlijk gezegd nog niet zo goed wat ik hiervan vind. Hij heet El Silencio. Het gaat over een jongen die heeft allebei zijn ouders vermoord, maar komt dus nu uit de jeugdgevangenis en moet dus nu zijn leven oppakken. Ik weet nog niet zo goed hoe het verder in elkaar zit. Het is wel een thrillerserie. Hij had een hoge matchscore met mij, maar ik moet het maar eventjes gaan zien. Daarna nog even blauw blauw. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen, dus vanavond ook weer een nieuw boek kiezen. Dus dat was allemaal prima. Dus ja, dat was het. Ik ga dus nu nog even gauw stofzuigen en even het water voor de katten bijvullen. Even de tassen pakken. Dan ga ik dus straks weg. Ik ga jullie nog wel meenemen, maar die beelden doe ik dan eventjes in de volgende vlog erin zetten. Want ik ga jullie zometeen de beelden laten zien van het kraambezoek van Yara. Ik had natuurlijk al verteld dat Yara zelf niet in beeld komt, maar ik laat wel zien hoe de reacties zijn op de cadeautjes. Dus dat is wel superleuk. Dus dat ga ik doen en dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Ik doe niet je hoofdje in beeld, ja? Dat is niet fijn. Ik heb gewoon zoveel lekker voor je ogen. Nee, maar lente doe ik sowieso niet zo op. Kijk eens wat voor papiertje erop staat. Wie is dat? Wie is dat? Peppa Pils. Peppa Pils. Gaan we die bekijken? Kijk eens, wie staat er op het mutsje? Ja, teken hem maar. Ja, ik snap het. Sorry. Ja. Zij denkt... Oeh, water. Is hij aan het zwemmen? Oh, dan moet je hier voor gaan doen. Dan heb je gewoon water. En hier. Oh, lief. Ik heb hem wat groter gekocht.
Dat is leuk, je hebt een aardig boxpakje hierbij. Ik ga dat je het leuk vindt, anders is het ook zo gemeen. Wil jij ook aan? Nee, is van jou schatje. Nee, deze is voor Lente. Die stond er te strak ingepakt. Dat hoort erbij, hè? Als je grote zus bent, dan krijg je cadeautjes. Ja. Ja. Die heb je van oma ook gehad, toch? Ik wil kijken één eet. Kijk maar wat erin zit. Kleren. Kleren? Nou, gaan we eens even kijken dan. Ik zie al iets heel leuks. Wauw. Doe maar uitvouwen. Kijk, je kan hem uitvouwen. Zie? Een t-shirt van Boomba. Dat is mooi. T-shirt van Boomba. Vind je mooi? Samen Boomba. Samen Boomba, ja klopt. Want je boek is ook van Boomba. Dat is leuk. Dat vinden we hier ook. Ja, hé, wat zeg je dan? Vind je mooi, je t-shirt? Ja. Ja, heb dat dus. Ben benieuwd. Mooi gekregen, hè? Ja, het is wel goed in beeld, maar let nu natuurlijk op dat Lente niet in beeld komt. Oma had trouwens aangegeven, ze wilde het niet in één keer. Oh, echt? Ik had het niet verwacht dat het zo is. Oh, die is cool. Want had het gestuurd, wie wanneer allemaal gaan. Xbox. Oh, leuk. Lachen. Ja, ik heb een plan. Ja, ik wou zeggen, laat het niet gaan dat binnen zijn, maar dat kan je ook gewoon als je dat zou willen. Oh, wat een tas. Ja, grappig. Mooi. Kleuren ook. Ja, zeker leuke kleuren. Ja. Is dat al gevuld dan? Nee, nou, ook ja, die heb ik gekocht. Oh, die had je gekocht. Oeh, lekker. Oh, ja, dat was... Mickey. Ja, Mickey, klopt. Ja, maar je bent samen met mama Mickey doen. Nee, dat past niet op jouw gezicht. Wat? Kijk die dan. Wie is dat? Ola. Ola. Ja. Hey. Oh, nee. Wat heeft zij? Oh, een koffiemelk. Dat mag niet. Kijk, dan word je dik. Met die koffie. Nou, dan komt nu het klapstuk, denk ik. Denk vuurwerk. Vuurwerk. Hou het dan maar een eindje. Oh, leuk. Wie is dat? Dit is dat. Hakuna Matata. Oh, mooi. Wil je ook zo'n tijgertje? Alsjeblieft. Wil je zo'n tijgertje? Nee. Zindelijk, hè? De Lente, hoor je het al? Wat zeg je dan? Hallo? Wat zeg je dan tegen tante? Eerst kijken wat erin zit, of het leuk is. Ja. En dan pas. Dan zeg ik dankjewel. Als ik maar kan scheuren, toch? Dat jullie zochten. Was het vanmiddag net een vermisje van ja, had ze diarree. Dus ach, ja, ja. Het ziet erin, zeg. Ja, nou, dat is toch helemaal. Ja, dat is wel een beetje lang. Met stukjes erin. Nog een Boomba? Met stukjes erin. Kan je dat al zo zien? Nee, dat is het zo. Ik snap niet hoe dit. Ja, die mutsjes. Oh. Jeetje, mooi verslaafd. Ja, zo kijk ik uit de Boomba. Oh ja, helemaal. Met Boomba verslaafd jij. Nee, want ik zat er ook nog even over met vrijdag. Van, maar ik dacht, nee, ik geef gewoon een keer voor mij. En daar mocht het dan toch op een gegeven moment niet lukken. Dan, Ja, precies. Wauw. Dat kun je altijd wat aantrekken. Met en dat flapjes. Boek heeft flapjes. Ja, maar flapjes. Wie is dat? Mama Toe. Nana Doe. Ja. Oh, hier. Ja, ik weet niet wie dat is. Die ken ik niet. Het zijn Boomba en vriendjes. Ga je kijken in het boek? Ja. Hey, en wat ga je zeggen tegen tante? Dan zeg je dankje. Leuk, een nieuw boek. Mooi boek. Nou. Ja, die heeft papa's gehad. Ja. Ik kom op de boerderij. Oh. Oh, hij gaat stuk. Oh, het laat los. Jawel, hij laat helemaal los. Nou, dat kan niet. Ja, snel. Oh, leuk. Kijk dan. Oh, heel leuk. Dankjewel. Mag ik hem fixen? Ja? Dat is wel even geleden, maar dan gaat het weer helemaal zien. Dat is moet ook wel even van jullie doen er ook minder aan. Nee, dat doen we niet. Kom eens zo gaan doen. Ja, dat is vader, dat doen we dit jaar wel. Dat is makkelijk, dat is zo'n voetspel. Ja, dat is wel handig, ja.
Nou, in het, ik heb hartstikke veel eelten. Kijk, zo'n voetvuil. Oh ja, ja, dan blijf je hout, hou je geen hout over, joh. Ja. Dat is een elektrische sausje. Oh, dat is echt een grote. Ja, mooi. Zo'n bak, blinaren en alles mee. Oké. Dan kun je je hoofd masseren, maar kun je ook je shampoo mee inmasseren. Dat is goed voor de bloedsomloop in je hoofd. Nou, dat is altijd lekker. Zoals heb je een jonge moeder. Dankjewel. Zo, ik ben weer terug thuis. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Eerst mijn schoenen uitdoen. Het is nu 4:50, maar ze was er ook uiteindelijk om 2:50. Dus we hebben even alles op het gemakje gedaan. We hebben droog gehouden. Het is nu wachten op de buien die straks gaan losbarsten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zo nog even proberen Natri te bellen en nog even te relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik Zeeman Confronteert Stokers kijken, want nu is het geen herhaling als het goed is. Daarna ga ik misschien nog even kopen zonder kijken en ik denk wel even gamen. Ga ik de vlog in elkaar zetten. Foto's bewerken. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. En daarna nog even blauw-blauwen. Dat is het dan ook. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten, want ik denk dat die al best wel lang is geworden. Dus ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!